Ik zit hier in mijn schatkamer in de winkel en daar heb ik iets heel moois liggen. Dat is het champagnehuis Louis Reuderer. In Rijms, of zoals ze daar zelf zeggen, in Reims, is dit champagnehuis een graag geziende gast. Ik heb een aantal jaar geleden voor het eerst zelf kennis mogen maken met dit champagnehuis. Veel champagnehuizen zijn lekker, mooi, subtiel. Maar dit is eenzame klasse. Dit is echt hoog niveau. En is ook niet zo gek, want ze zijn ook verantwoordelijk voor de Crystal. De Crystal van Louis Reuderer. Kristal, maar omdat hij zoveel gedronken wordt door Amerikaanse filmsterren, snel al het populaire naampje Crystal gekregen. Is ook een filmster. Er zijn heel veel beroemde bioscoopfilms waar de Crystal in voorkomt. Prachtige kwaliteit. Uniek, eenzame hoge kwaliteit. Maar gezien de prijs kan je dit niet iedere week openrukken. Louis Reuderer gewoon is ook niet goedkoop. Maar als het zou kunnen, zou ik dat wel iedere week willen openrukken.